Welkom bij deze les over ritme. Wie wordt de ritmekoning-koningin van dit schooljaar? Wat heb je nodig? Een pen en de ritmeantwoordkaart. Daar hebben we het dan over. Ik ga je eerst uitleg geven van wat je moet doen. Je krijgt zo dadelijk de ritmeantwoordkaart of je tekent de antwoordkaart op een papiertje. De toets bestaat uit 3 rondes. Ronde A, ronde B, ronde C. Op de ritmeantwoordkaart schrijf je straks jouw antwoorden. Op het bord zie je straks de ritmekaart met daarop de ritmes waaruit je steeds mag kiezen. Voor elk ritme staat 1 nummer. Het nummer dat voor het ritme staat, dat gespeeld wordt, noteer je op je ritmeantwoordblad. Dus hoor je het ritme van nummer 8? Dan noteer je een 8 op je ritmeantwoordkaart. Luister goed. Als we beginnen hoor je dit riedeltje. Daarna hoor je 3 keer 1 van de ritmes. En daartussen is er natuurlijk even een pauze. Je hoort het in dit voorbeeld. 3 maal het ritme. Nadat je het riedeltje weer hoort, wordt het volgende ritme 3 keer gespeeld. Het antwoord schrijf je in het volgende hokje. En zo gaan we maar verder. Als we klaar zijn met het invullen van rij A, dan ziet je antwoordkaart er bijvoorbeeld zo uit. Goed oplettende leerlingen zien dat eenzelfde ritme meerdere keren gespeeld kan worden. De spelregels op een rijtje. Tijdens de toets is het volstrekt stil. Ritmes herhaal je in je hoofd, dus niet natikken of iets dergelijks. Een ritme kan meerdere keren worden gespeeld. Na elke ronde lezen enkele leerlingen hun antwoorden op. Het oplezen doe je regelmatig met steeds een kleine pauze. We gaan beginnen! Sst, we gaan beginnen! Teken dit hokjesdiagram op een blaadje. Zet het filmpje zo nodig op pauze. Wacht even. Je kunt je antwoorden ook digitaal verwerken. Open je Chromebook of laptop. De docent geeft aan waar je moet zijn. Klik op de link Ritme Koning of Ritme Koningin.